Jenny Lena heeft na haar deelname aan The Voice of Holland niet stilgezeten. Ze heeft namelijk een internationale hit te pakken. Niet alleen in Nederland zijn we dol op de voice van Jenny Lena. Ook de Amerikanen zijn inmiddels weg van haar. De samenwerking met Postmodern Jukebox prijkt bovenaan de downloadcharts. Ik had niet durven dromen dat het album gewoon op één staat in Amerika. Als Nederlands meisje, ja, ik ben toch wel echt blij. Om de bijzondere samenwerking met de jazzband aan te gaan, pakt Jenny het vliegtuig naar L.A. En daar werkt ze ook keihard aan haar eigen album. Ik ben hier op Hollywood Boulevard. En ik ga nu schrijven met een songwriter die heet Eric Ross. En ja, die heeft geschreven met Birdie en Gavin McGraw. Het is een heel divers album geworden, maar ik denk dat je wel heel veel soul gaat horen, heel veel blues ook. Eigenlijk het hele album gaat over onderwerpen die uit het leven zijn gegrepen. In ieder geval uit mijn leven, dingen die ik meemaak. Dingen waar ik hoop dat andere mensen zich ook mee kunnen identificeren of iets aan kunnen hebben. Ook schrijft Jenny een gevoelig nummer voor haar vader die in maart overlijdt. Echt prachtig geworden. Echt prachtig. Ik vind het jammer dat hij het niet kan horen, maar misschien kan hij het toch horen op een of andere manier. Maar ja, het is wel echt heel fijn om te doen. Als mijn vader dit allemaal zou meemaken, dan hoor ik hem al echt op zijn manier zeggen van wij zijn heel trots op jou. Ik ben heel trots op jou, zegt hij dan. Dus dat heeft hij heel vaak gezegd ook de laatste tijd. Dus dat vond ik wel heel fijn. Ja, ik denk wel dat hij echt trots is. Mooi hè? Iedereen zag in The Voice al natuurlijk dat dit een grote ster ging worden. Want ze heeft gewoon de looks, de uitstraling en de stem ook. Op YouTube viel ze op. Adam Levine van Maroon 5 had al laten weten, ik vind je fantastisch. Robin Thicke ook en Kelly Clarkson. En ook Postmodern Jukebox. Dat is in de jazzwereld in Amerika een hele grote band. En die hadden haar ook op YouTube gezien en die hadden gezegd, we willen een keertje met je afspreken. Dus zij kwamen naar Nederland, Jenny is toen ook gekomen naar een optreden. En toen hebben ze even gekletst en toen was het van, oké, nou ja, als ik in L.A. ben, kom ik ook wel even bij jullie langs. Kunnen we misschien een liedje opnemen? Dus zij naar L.A. en zij denkt, ik ga ze bellen. Waar ze zitten in de studio. Maar ze had nog 1% van haar batterij over en ze kon het niet vinden. Dus net op die laatste procent heeft zij het adres gekregen. Is ze naar de studio gegaan waar ze aan het opnemen waren. Hebben ze dus een liedje opgenomen van Bon Jovi. En nu staat het op nummer 1 in de jazzlijsten van Amerika. Tof. En ze heeft ook iets heel leuks voor de dochtertje. Welk nummer ook wel extra speciaal voor me is, is die voor mijn dochtertje. Bijvoorbeeld over het moment dat ze ooit zelf de vleugels gaat uitspreiden in de wereld. Waarvan ik denk, oh my god. Maar ja, moet je toch met vertrouwen ondergaan. I'm on your side, I'll never be far away. Just look up, you are loved. Mooi, hè? Ik heb een beetje kippenvel, ja. En we zijn er kwijt. Ze gaan naar Amerika. En terecht, doet ze goed.